Het is Prinsjesdag, dus trekt de SP weer naar Den Haag voor hun jaarlijkse Prinsjesdagprotest. Zo'n 1500 man zijn aanwezig. Vandaag was het Prinsjesdag, de dag dat de regering een nieuw werkjaar ingaat en de belangrijkste plannen van komend jaar bekend worden gemaakt. Net als vorig jaar trok de SP met een groep naar Den Haag voor het Prinsjesdagprotest. Een demonstratie waarin ze pleiten voor een noodplan tegen de snel stijgende kosten. Zo'n 1500 mensen kwamen in actie, waaronder een grote groep uit onze regio. Ja, je kan je bijna eigenlijk niet voorstellen hoe armoede eruit ziet. Want als je over straat gaat, het dagelijks leven, als je op het terrasje zit, dan denk je van ja, armoede. Hoezo armoede? Dat bestaat helemaal niet. En dan kijk je naar die cijfers en denk je van, hé, waar komen ze dan vandaan? En dan de verhalen die je dan wel hoort van de mensen die je spreekt, dus die in zo'n situatie zitten. Want het is ook nog heel vaak schaamte die erbij komt zitten. Van, je wil helemaal niet vertellen en ervoor uitkomen dat je dus inderdaad op de centen moet letten. En dan hoor je dus verhalen van moeders die de laatste week van de maand moeten kiezen tussen eten voor zichzelf of medicijnen voor hun kinderen. Dat zijn bizarre vraagstukken die je in Nederland jezelf blijkbaar moet stellen voor sommige mensen. Waar volgens jullie zou er iets meer geld naartoe mogen en waar zou er op bezuinigd kunnen worden? Nou, de arme mensen. Bezuinigd of mag er geld naartoe? Beter. Geld naartoe. Ja. En een beetje bezuinigen op een hoop dingen kan makkelijk. Ja. Te veel om op te noemen. Als we daar ons mee gaan bemoeien, worden we helemaal gek. Meer geld naar de zorg, minder geld naar ontwikkelingshulp. Natuur mag sowieso meer geld naartoe. Natuurbehoud en erfgoed mag voor mij ook wel wat meer geld naartoe. Is geen echt item, maar ik vind dat er best aandacht voor mag zijn. Zorg en educatie, dat zijn toch wel belangrijkere dingen voor mij. Hoewel mensen hun idealen goed weten te duiden, zien ze protesteren niet als de oplossing. Protesteren vind ik niet erg, maar de manier waarop vind ik wel erg. Staken vind ik een vervelende manier van protesteren. Dat de prijzen niet zo willen stijgen, dat wil iedereen natuurlijk wel. Maar je kunt er protesteren blijven, maar ik heb daar weinig begrip voor dat soort protesten. Wat de Prinsjesdagprotest eigenlijk is, is een verzamelpunt voor alle frustraties die mensen hebben opgebouwd de afgelopen jaren. Voor sommigen zijn de onbetaalbare boodschappen de hoofdreden dat ze daar naartoe zijn gegaan. Voor anderen is het weer de ouderenzorg, de GGZ-zorg, de woningmarkt die nu helemaal op zijn kop staat en dat geen één persoon meer eigenlijk een goed betaalbaar huis kan vinden. De politie in Overbetuwe is op zoek naar een 13-jarig meisje uit Syrië dat momenteel al sinds 3 september wordt vermist. Ze luistert naar de naam Imar Lamousa en is weggelopen vanuit een instelling in Zetten. De politie vermoedt dat ze zich momenteel in Nederland of Duitsland bevindt. Ze is 1,56 meter hoog, licht getint, heeft een vol postuur, bruine ogen, donkere haarskleur met highlights. En wie haar vermoedelijk heeft gezien, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via 0900 8844. En de politie is de verdachte op het spoor die verantwoordelijk zijn voor de ernstige mishandeling van een man en een vrouw afgelopen vrijdag op de Wiegense kermis. De mishandeling vond plaats in de Burgstraat nadat een man van 23 uit het land van Kuik en een vrouw van 22 uit Wiegen een andere bezoeker aanspraken op zijn gedrag in Cafetaria Centro. Op het moment was het erg druk in de snackbar met kermispubliek. Over hun identiteit kan de politie nog niet zeggen, ze zijn nog niet opgepakt. De noodopvang op Sportpark Winkelsteeg in Nijmegen blijft waarschijnlijk langer open. De 1200 vluchtelingen die er sinds half maart verblijven, zouden eigenlijk op 1 november moeten vertrekken. Maar het COA heeft inmiddels een verzoek tot verlenging ingediend bij de gemeente. Eerder koos de gemeente voor 1 november als einddatum, omdat zij de locatie niet geschikt vinden voor een verblijf tijdens de koude wintermaanden. En over 2 weken start de nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus. Vanaf nu kun je hiervoor worden uitgenodigd. Als eerste zijn de 60-plussers en de mensen in de zorg aan de beurt. Volgens het Radboud UMC is het coronavirus een tijdje weg geweest, maar momenteel zeker aan het terugkomen. De bescherming tegen ernstige ziektes kan na verloop van tijd afnemen en de nieuwe varianten van het virus kunnen mensen erg ziek maken. Nieuwe prikken zijn daarom ook aangepast op de laatst bekende coronavarianten.
Vandaag was alweer de laatste dag dat de Wiegense Kermis geopend is. Vanavond kan er nog eenmaal worden gegokt, gedraaid of een attractie worden gereden. Na alle ophef die er laatst over ontstond, stond toch ook op deze kermis maar één attribuut weer pontificaal centraal. Hoe vinden jullie het hier op de kermis in Wiegen? Leuk. En je probeert hier te graaien. Lukt het een beetje of sta je hier al uren? Nee, ik sta hier nog maar net. Maar ik heb gisteren en eergisteren al piemels gevonden. Ja? Hoeveel? Twee. Dus dan is het vrij makkelijk als je er al een paar hebt gewonnen. Ja. En hoeveel euro geef je hier aan uit ongeveer? 15 euro. En valt het een beetje op, want je ziet bijna overal van dit soort piemels? Ja, het valt wel een beetje op, ja. Het is een gewild product, zeg maar. Ja, zeker weten. Hoe vinden jullie het hier op de kermis? Leuk. En waar hebben jullie die grote knuffel gewonnen? Daar. Is het een beetje lastig om het te winnen of? Voor mama niet. Heeft jullie moeder hem voor jullie gewonnen? Ja. En wat vinden jullie de leukste attractie die hier staat? De achtbaan misschien, denk ik. De achtbaan? Hoe is het je gelukt dat je deze hebt gewonnen? Ik heb ongeveer, ik weet niet, ja, probeer. En hoeveel geld heeft het gekost om deze te winnen? Hoe vaak heb je het geprobeerd? 20, denk ik, ik weet niet. Dat is wel veel. Ja. Ben je er blij mee? Ja. Ik zie dat je een knuffel hebt gewonnen. Ja, een hele mooie knuffel. Blij mee? Ja, zeker. Hoeveel geld zit er in deze knuffel? 2 euro. Maar 2 euro? Ja. Is het zo snel al gelukt? Ja. En hoe groot dacht je dat de kans was dat je ging winnen? Ja, heel groot. Ik krijg al de prijs daar. Vaker gewonnen dus? Ja. Ik zie dat jullie echt super veel munten hebben. Hebben jullie al wat gewonnen? Ja, we hebben al redelijk wat punten gewonnen nu. Maar al deze munten, hebben die gekocht of vallen die er ook uit? Hebben er ook gewoon zoveel gewonnen? Deze heb ik allemaal gekocht en wat hieronder ligt heb ik allemaal nog gewonnen net. En doe je dit vaker? Ja, ik ben vrijdag al een keertje geweest. En heb je al dingen gewonnen? Knuffels, iets anders? Nee, ik heb eigenlijk nog niks groots gekocht, maar ik heb nog wel wat punten over. En hoe lang ben je hiermee bezig? Want je staat er wel een tijdje met zoveel munten. Ja, dat klopt. Ja. Vrijdag heb ik denk ik 3 uur hier gestaan of zo, dus dat duurt wel eventjes. 3 uur alleen bij dit en dat heb je er gewoon allemaal voor over? Ja, eigenlijk wel. Ja. Het is allemaal superleuk en gezellig met vrienden. Dus. Deze woensdagochtend wordt er weer stilgestaan bij de Waaloversteek van 1944. 79 jaar geleden staken Amerikaanse militairen de Waal over om in de avond van 20 september de Nijmeegse bruggen te heroveren van de Duitsers. Dit was uiteindelijk het begin van de bevrijding van Nijmegen. De herdenking start om 10:30 bij het monument aan de Oosterhoutse Dijk. En een verslag daarvan is morgenavond te zien in het RN7 Regio Nieuws. Na een redelijke herfstdag neemt vanavond de wind weer flink in kracht toe en trekt er ook een regengebied over het land heen. Later in de avond zal die regen onze regio waarschijnlijk net raken. Morgen wordt op zich wel een prima dag. De wind blijft wel aanwezig, maar verder is het droog en komt de temperatuur uit op zo'n 23 graden. Donderdag belooft vervolgens wel echt een kletsnatte dag te worden. Een regengebied trekt van west naar oost over het land en wij krijgen daar dus in de loop van de dag al mee te maken. Het wordt dan ook niet warmer dan zo'n 20 graden. Ook vrijdag blijft het zo'n 19 tot 20 graden, maar is het wel op enkele buien na droog. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 19 september. Het laatste nieuws uit de regio vind je op onze website rn7.nl en in onze gratis RN7 app. En morgen zijn we weer bij je terug. Graag tot dan.